sinds 1998 ben ik zelfstandig uitbater bij Tom & Co. Toen was Tom & Co. een kleine keten in België. Toen op dat moment waren er 39 winkels. We waren de 39ste, waarvan de vierde of vijfde in Vlaanderen maar. En dat is een keten in volle expansie. En dat spreekt mij aan om mee te kunnen werken aan een verhaal, aan een succesverhaal, het succesverhaal Tom & Co. Op de dag dat je een dierenwinkel open doet, heb je echt wel nood aan passie. Je moet er staan voor je klanten, je moet kunnen luisteren, maar je moet ook kunnen meeleven met de gevoelens van het dier. De klanten, als er geen passie is, is er geen gedrevenheid en zal je ook nooit met elke dag met een grote glimlach komen werken. Onze sterkste punten bij Tom & Co. is onze ervaring, onze passie, onze service in de winkel, waaronder onze doggy wash. En ons trimsalon, waar dat we gediplomeerde mensen voor hebben. We werken ook met opgeleid personeel en we scholen constant onze mensen bij. Alle winkels die ik al heb uitgebaat, is denk ik dat deze mijn beste herinnering zal zijn, omdat dit de eerste zaak is die ik samen doe met mijn partner Tamara. De service die wij bieden voor de klant, onze expertise, en onze dogwash, trimsalon en assortiment, dat maakt eigenlijk Tom & Co. sterk. Mijn favoriete afdeling is de hondenafdeling, omdat er heel veel variatie in zit. Wij hebben zelf ook een hond, een chocolade labrador Tajo. En dat is eigenlijk onze familiehond. En ik denk, ja, in de hondenvoeding zit er toch heel veel specifieke merken en er is ook wel wat know-how voor nodig. Indien ik zelf een dier mag zijn, dan zou ik graag een hond zijn. Een chocolade labrador, want ik herken mij heel hard in onze eigen hond.